We moeten vandaag vroeg opstaan, want we vertrekken met de bus naar San Antonio de Areco, een gaucho dorp op 2 uur rijden van Buenos Aires. Het is jammer genoeg te heet om het dorp te bekijken, want het is 40 graden. Lekker koeien. We slapen in verspreid liggende huisjes op het park waar vroeger de gaucho's woonden. De volgende dag, na het ontbijt, gaan eerst 3 mensen uit onze groep nog paardrijden. Nou, geniet hè. Succes. Daarna met de bus weer naar Buenos Aires, want we vliegen van daaruit naar El Calafate, zo'n 4 uur vliegen. De volgende dag gaan we met de bus en een gids naar de gletsjer Perito Moreno in het nationale park Los Glaciares. Zo'n uur rijden door een mooi landschap. And we are close to the world. There are 2 flamingos and swans, black-necked swans and white swans. Met verschillende looproutes kun je dicht bij de gletsjer komen. De gletsjer is 60 meter hoog en 5 kilometer breed. Een groot gedeelte van de groep gaat daarna met de boot naar de gletsjer om daar een wandeling te maken. Jammer genoeg is de leeftijdsgrens 65 jaar. We gaan met nog 3 mensen terug met het busje en lopen door het dorp El Calafate, een toeristisch dorp.
Vroeg op vandaag, want we gaan een boottocht maken. We rijden eerst met de bus in een uur naar Puerto Bandera, waar we op de boot stappen. En dan volgt een mooie vaarttocht met overal afgebroken stukken van gletsjers in het water met mooie blauwe kleuren. Een meisje laat zien wat mate is, een soort kruidenthee, wat hier veel gedronken wordt, de hele dag door. We leggen aan in Spekkatsini voor een lunch. Daarna varen we wat dichter naar de gletsjer.